Vandaag ben ik in Harderwijk bij AWL. Het is natuurlijk een leuk bezoek als staatssecretaris op bedrijfsbezoek kan. En wat je hier ziet bij AWL is natuurlijk een technisch bedrijf, verder innovatie. En innovatie en technologie is toch de toekomst. De technologie die we nu hebben, die moet zeker ook jeugd adopteren, maar die moeten daar verder mee. En hoe betrek je de jeugd met technologie? Door ze op jonge leeftijd, vanaf basisonderwijs, al te laten zien dat de technologie leuk is en dat je er ook mee kunt ontwikkelen. En daarom is het belangrijk dat de staatssecretaris dat ook ziet en dat ook gaat supporten en blijft supporten. Vandaag is de Smart Industry Agenda getekend. En daarin is opgenomen hoe de digitale industrie kan en eigenlijk ook moet bijdragen aan het verdienvermogen en de werkgelegenheid in Nederland. 25 jaar geleden werkten hier 48 mensen en toen ging het niet zo goed met het bedrijf. Vervolgens hebben ze een doorstart gemaakt, hebben robots geïntroduceerd en inmiddels werken hier meer dan 400 mensen. Een prachtig voorbeeld waaruit blijkt hoe digitalisering en robotisering leidt tot meer werkgelegenheid. Werkgelegenheid voor alle niveaus, VMBO, MBO, HBO en universitair. Hier liggen de kansen voor de toekomst.